Dag, fijn dat u kijkt naar deze video van Art & Leisure. Vandaag neem ik u heel graag mee naar Spanje, naar het Prado in Madrid, om samen met u te kijken naar een van de best vertegenwoordigde Spaanse schilders uit die collectie en een van mijn persoonlijke favorieten, en dat is El Greco. We bespreken vandaag dit fantastische werk met de heiligen Andreas en Franciscus. We kijken naar die karakteristieke stijl van El Greco en we bespreken natuurlijk het onderwerp en de inspiratie daarvoor. Maar eerst wil ik u voorstellen aan de man zelf. En dat is Domenikos Theotokopoulos, die wij natuurlijk beter kennen als El Greco. Dat was de bijnaam die hij kreeg in Spanje, de Griek. Domenikos werd immers geboren op Kreta, waar hij zich ontwikkelde tot icoonschilder. Hij zal echter waarschijnlijk al vroeg onder invloed zijn gekomen van de Italiaanse renaissance schilderkunst, middels prenten die naar het eiland kwamen. Uiteindelijk besloot Domenikos om zelf naar Venetië te reizen. En daar werd zijn stijl blijvend veranderd, door de aanwezigheid daar van Titiaan, Tintoretto en Paolo Veronese. Uiteindelijk reisde hij daarna nog een tijdje rond door Italië, om vervolgens naar Spanje te vertrekken. En nadat hij een tijdje in Madrid had gewoond, waarschijnlijk op zoek naar het mecenaat van Philips II, de koning, vertrok hij naar Toledo. En Toledo is tot op de dag van vandaag onlosmakelijk verbonden met deze schilder. Daar was een intellectueel centrum waar hij in terecht kwam. En daar groeide zijn carrière, daar groeide zijn faam. Hij ging vanaf dat moment zich vooral toeleggen op het maken van portretten en religieuze schilderijen, vooral in opdracht van de kloosters. En daar hoort ook dit werk bij. We zien hier een schilderij wat zo fantastisch past binnen die stijl van El Greco, die herkenbaar is aan twee elementen. Allereerst de langgerekte figuren en ten tweede die felle kleuren die van de muur af lijken te spatten. De langgerekte figuren zien we ook in de Italiaanse schilderkunst terug en we noemen het daar manierisme. De langgerektheid in Italië is echter veelal bedoeld om vooral elegantie op te roepen. Terwijl we, als we naar deze figuren kijken en de verlenging van deze figuren, meer het idee hebben dat het gaat om een extra spirituele laag die hij toevoegt. En daarin wordt hij ontzettend geholpen door een losse penseelvoering, die hij ook weer meenam van de Italiaanse schilderkunst. Denk aan Titiaan, denk aan Tintoretto, die ook een losse stijl hanteerden, een losse toets hadden. En als we het hebben over het felle kleurgebruik, kijk naar dat prachtige groen en blauw van Andreas, dan weten we dat we ook daar moeten kijken naar Italiaanse voorbeelden. De Venetiaanse schilderkunst staat bekend om zijn gebruik van colore, de overdaad aan kleur. En dat is iets wat El Greco ook weer heeft overgenomen. Echter, hij zal ook naar eigentijdse voorbeelden hebben gekeken. En dat is af te leiden uit het onderwerp. We zien hier de heiligen Andreas en Franciscus tegenover elkaar gezet in één schilderij. En dat is iets wat we al eerder hadden gezien in het werk van deze man, Juan Fernandez Navarrete. Een man die wel onder het mecenaat van Philips II werkte. En veel werken maakte voor het Escorial. Hij maakte onder meer een hele serie van dit soort schilderijen, waarop hij twee heiligen tegenover elkaar zet. En vaak was dat een logische combinatie. Zoals hier bijvoorbeeld, twee evangelisten. Johannes aan de linkerkant en Matthäus aan de rechterkant. En deze evangelisten maken een logische set. In tegenstelling tot deze set die El Greco hier schildert. Andreas kwam immers uit de tijd van Christus. Hij was een apostel van Christus. En u kunt hem herkennen aan het karakteristieke Andreaskruis. Een X-vormig kruis waaraan hij de marteldood stierf. En aan de rechterkant zien we een heilige uit de middeleeuwen, van vele eeuwen later, Franciscus van Assisi,
de stichter van de Franciscaner Orde. En altijd herkenbaar aan de bruine pij en dat touw om het middel met de drie knopen die symbool staan voor armoede, gehoorzaamheid en kuisheid. Maar hij is vooral hier ook herkenbaar aan dat wondje in zijn rechterhand. Die hand die hij op de borst houdt. Christus wonden, kruisigingswonden, verschenen namelijk ook op het lichaam van Franciscus van Assisi. En hoewel de rest van de wonden niet of nauwelijks zichtbaar is, is dat ene wondje genoeg voor een identificatie als Franciscus. Deze twee mannen uit een totaal verschillend tijdperk staan hier met elkaar in gesprek. En El Greco beeldt ze af op een uitermate monumentale manier, met een laag gezichtspunt. Daardoor worden ze nog groter en hebben we ook te maken met een lage horizon. En die horizon is nog wel iets interessants om even nader te bekijken. Als we aan de linkerkant naast Andreas kijken, dan zien we daar namelijk op de horizon een motief dat El Greco vaker koos in zijn schilderijen. Een stadsgezicht van Toledo. Boven de bomenrij ziet u in wit heel schetsmatig een stadsgezichtje uitgewerkt. En aan de rechterkant is daarbij het Alcázar herkenbaar. Een rechthoekige blok met vierkante hoektorens. En dat is wat u tot op de dag van vandaag boven Toledo uitziet torenen. Aan de rechterkant kiest El Greco ervoor om naast Franciscus een besneeuwde bergtop af te beelden. En in de rechteronderhoek zien we nog iets interessants, een zogenaamde cartellino. En die cartellino is een stukje papier dat El Greco geschilderd heeft met daarop zijn signatuur, Domenikos Theotokopoulos. En heel grappig, het lijkt alsof hij dat papiertje middels een rood waszegel op de rotsgrond geplakt heeft, op die steen geplakt heeft. Een heel grappig detail. Als we kijken naar de werken die El Greco maakte, dan zeiden we al, hij maakt veel portretten, hij maakt veel religieuze werken, vooral in opdracht van de kloosters. En ook dit werk werd gemaakt voor een klooster. Het werd teruggevonden in La Encarnación, het klooster in Madrid. En het werd zeer waarschijnlijk in opdracht gemaakt van de hertog en hertogin van Abrantes. Vanuit dat klooster ging het uiteindelijk naar de nationale collecties van het Prado. En daar is het nu een geliefd onderdeel van de collectie van El Greco. Sowieso, als u een keertje naar het Prado gaat, vindt u daar het meest fantastische overzicht van Spaanse schilderkunst dat u zich kunt wensen. Van de 16e eeuw tot de 18e, 19e eeuw. Dus ik zou zeggen, als u een keertje in Madrid bent, sla vooral dat Prado niet over. Voor nu wil ik u heel hartelijk danken voor het kijken. En mocht u zich willen abonneren, dan kan dat heel simpel door te drukken op de knop hieronder. En ik zie u heel graag een volgende keer weer terug.